Ja, dat lijkt me wel wat, ja. Hier? Ik wil ook wat meer doen. Ja. Ik wil ook een beetje vernemen. Ja. Ja, op mijn oude dag. Ja, die trauma weet ik niet met hem en die stoel weet ik ook niet met hem. Ja, maar. En die bank, die stoel weet ik niet met hem. Nee. Die kasten weet ik nog niet, want ik weet niet als die de stroom kan. Plakkoek weet dat wel, of niet? Ja, plakkoek is altijd goed, ja. Maar wat mooi. Ja, nou, ik ben er nog niet aan gewend, maar ze zijn kunnen wennen, ik zeg je wel. Ja, kun je, dat is een oversteek, ja. Ja. Ik zeg, ik weet wel dat het allemaal moet. Ja. Die tune die ik heb, die is met jou veel te goed. Oh, dat is jou. Niet. Ja, ik doe hem niet als huis. Ja, doe maar net dat je in huis bent. Oké. Morgen. Wil je een broodje? Nee, ik hoef geen broodje. Nee, ik geen broodje. Dat is hier zeker, of niet? Nou, we snijden vooral ook een deel dus. Ja. Ja. Je pakt een rondbord ernaast. Ja. Toevallig gisteren al net op al. Ja. Ik vind al die wel lekker. Ja, maar dat is ook zo. Want ik lees altijd de kranten. Ja. Al best lang als wij getrouwd zijn. Dan weet je nog een stukje van. Ja, zo nou dan zitten we een stukje in vis nog aan het vuur, of niet? Ja. Maar ook mijn elektrische vissen. Oh nee, ja. Ja, dat heb ik te mijn. Ja. Maar dan ben ik jou de baas over. Ik vis nog op een gewone vis. Ja. En jij dan, Annie? Gewone? Ja. Dus je gaat nog wel op fiets naar Vlissingen, hè? Ja, ja, ook een auto. Ja, nou, ik ga niet zo veel fietsen, hè. Nee, hè? Ik heb wel veel fiets. Ja, goed. Het is er van zomer niet van kom. Nee. Eén keer was het te warm en dan een keer was het nat. Wat hebben jullie in een kopje? Niks. Suiker, ik heb alleen melk. Alleen melk. Dan moet ik zetten, helemaal aan. Ik heb er niks. Nee, niks, Annie? Nee, hoor. Ja, de tijd gaat. Ja. En die blijft ook gewoon. Maar ik heb hier altijd met plezier wel. Ja, dat, maar dit was echt een heel... Ja, ik ben alle uzen. Ja. Maar het is echt een mooie, rustige buurt. Ja. Geen maar toen jullie kwamen was een kinderrijke buurt natuurlijk. Hè? Die kinderspul. Ach, wat buurt. Ja. Met zoveel kinderen. Met Jan en allemaal. Ja. Ik zeg nou... Die tune, ik zeg, als mensen erin komen die deze woning kopen willen en zijn kinderen en die willen een pony hebben of een paard, dan zullen ze daar nog wel een soort manege van maken. Zo diep is het wel. Ja, dan nemen ze wel.
Maar jullie komen hier zelf uit de buurt? Ja, we zijn hier geboren. Wij zijn hier geboren, maar we wonen er niet meer. Okay. Dus we wilden even kijken, van, wat is nou karakteristiek? Maar weet jullie zelf, als je hier geboren bent, weet je wel wat echt karakteristiek is? Nee, maar kijk, ik heb 30 jaar niet geweest, dus kijk, wat is er nou? Oké. Okay. Wat is er veranderd? Nou, ik denk niet eens zoveel, denk ik. Zou je dan iemand aanraden van, kom maar in Erica wonen, want... Ik zeg één ding, voor het volk hoef je niet te doen. Ja. Zo makkelijk is Erik, heb volk niet, hoor. Nee, heel moeilijk om tussen te komen. Ja, hè? Wat voor volk is dat? Hoe zou je dat karakteriseren? Eén gezin, denk ik. Ja, wat is het? Ja. Hoe moet je dat zeggen? Ja, ik kom best zelf tuinbouwen, maar het is niet makkelijk tussen te komen. Ik heb vroeger zelf al gevoetbald, dat was niet zo moeilijk, maar... Ja, dat is... Zelfs als buitenstaande kom je er moeilijk tussen, zelfs weer de voetballen en dat soort dingen, ja. Ja, die touwpakker.